staan hier op de Web Summit. We hebben in ieder geval een borrel van de Web Summit. Hartstikke leuk. De Web Summit, ja, gewoon alles te doen. Gewoon 50, 60.000 mensen die het hebben over allerlei nieuwe technologie. Wij als ITW-net proberen ook een antwoord op te formuleren. ITW-net is nu op dit ogenblik een netwerk waar ongeveer 230.000 IT-professionals aangesloten zitten. En het bereik is dus op die manier groot. Alleen we beseffen ons heel goed dat we in een soort transitie zitten in de hele IT-wereld. We moeten naar hele nieuwe manieren van nadenken over wat is eigenlijk nog een organisatie? Hoe ga ik IT doen? We hebben 20 leden van CIO-net die hebben meegenomen hier naar Lissabon. Naar de website, dat doen we al eigenlijk al 3 jaar. Omdat we het eigenlijk vinden, als je dan kijkt naar de transformatie van de IT-wereld. Die CIO's die moeten eigenlijk niet naar Gartner in Barcelona. Nee, CIO's gaan misschien naar Barcelona. Die leren ze over de dingen die vandaag en morgen belangrijk zijn. Wij hebben het hier in de Web Summit over de digital leaders die een stukje verderop kijken. Eerst goeiedag op Web Summit. Verschillende praatjes bijgewoond. Veel mensen ontmoet. Inspirerend. Veel nieuwe dingen gezien. Dus wat mij betreft een geslaagde dag. Het leukste wat ik gezien heb is denk ik het eerste talk van vandaag. Het was meteen de beste. Als we een output aan een robot geven, kunnen we de robot zelf iets laten bedenken. Dat vond ik heel erg gaaf. Daar hebben we natuurlijk al meer over gelezen, maar er was een man die daar heel goed en heel geanimeerd over vertelde. Voor PwC is het belangrijk dat we altijd de nieuwste, de gaafste, de leukste inzichten naar onze klanten brengen. Dus we moeten gewoon weten wat er speelt. En op een dag als deze, een avond als deze, kunnen we ervoor zorgen dat we met de juiste mensen connecten. En ervoor zorgen dat we samen onze klanten kunnen helpen. Ik kom op de Web Summit voor Always Hello. Een fantastische nieuwe app die alle contactdata gaat managen voor je. Na 12 jaar Microsoft kom ik hier en ontmoet ik een geweldige enthousiasme en een ongelooflijke energie. En dat is heerlijk. Daar kan ik alleen maar van genieten. Wij zijn hier op de Web Summit omdat wij een product hebben ontwikkeld wat zich bezighoudt met regulatory reporting. Nou, hoe was mijn eerste dag? Nou, overweldigend. Ten eerste belachelijk vroeg begonnen. Toen verschrikkelijk veel mensen langs de stand gehad. En ook echt de mensen die we daar wilden zien. Ik denk de contacten die ik hier heb opgedaan, als ik gewoon thuis was gebleven, dan had ik daar maanden over gedaan om op dezelfde manier met deze mensen in contact te komen. Vandaag is de eerste dag van mijn Web Summit. Gekeken vanmorgen natuurlijk naar de opening van Mike Schroeder, de CTO van Facebook, een van mijn collega's uit de US. Het is altijd leuk om hun verhaal te horen, kijken hoe zij innovatief bezig zijn, wat hun grotere plannen zijn. En het is altijd een goed inspirerend verhaal. Daarnaast zijn 50.000 van mijn klanten hier. En dus ik ben een beetje de hele dag bezig met of afspraken die al gemaakt zijn, of een beetje over de vloer te lopen en kijken naar jonge bedrijven. Bedrijven die we überhaupt aan het helpen zijn via onze cloud divisie. En dus voornamelijk met klanten rondhangen.